Nou, wat het lastig maakt is dat kinderen... dat de wereld van kinderen een andere is dan waar je in jezelf opgegroeid bent. Dat is waarschijnlijk altijd zo, omdat er een generatie tussen zit. Maar nu is de wereld wel erg veranderd. Dus onze kinderen weten veel meer dan ik wist als kind. Die weten ongeveer evenveel als ik. Zij kijken naar het jeugdjournaal. Dat is een afspiegeling van het echte journaal. Dus ze weten ongeveer hetzelfde. Maar zij zijn wel 7 en 9, dus stukken jonger. En ze hebben heel weinig ervaring met de wereld. Dus de hoeveelheid abstracte kennis die zij hebben over de werkelijkheid is... fenomenaal eigenlijk. En die is ook zoveel groter dan ik ooit gehad heb. De kloof tussen ervaring en kennis is denk ik enorm groot vandaag de dag. Dat is denk ik wel een lastig probleem wat we ook niet uit eigen ervaring kennen. En waar je toch mee moet zien te dealen op de een of andere manier.